Nou, vandaag verrast Mary haar oude buren Regine en Adrie. Zij hebben iets heel heftigs meegemaakt, waardoor ze ook niet meer naast hun konden wonen. En vandaag is het tijd om hun eens extra in het zonnetje te zetten. Want Mary, ik denk dat jij het beste kunt uitleggen wat hun eigenlijk is overkomen vroeger. Ja, nou, het is een hele vervelende drama geweest. Zij waren op safari in Nairobi. En Adrie is daar in 2012 neergeschoten. Met alle gevolgen van dien. Hoge dwarslesie, blind. En vreselijk drama natuurlijk. En ja, konden dus ook niet meer bij ons op het park wonen. Hebben heel veel tegenslag gehad. Het is niet op te noemen wat ze niet op hun pad hebben gehad. Ja. En daarom de reden dat ik dus vind dat ze eens in het zonnetje gezet moeten worden. Ja. Ze blijven ondanks alles positief proberen het beste ervan te maken. En ze redden het ook met elkaar. En ze redden het met elkaar, zeker. Super, dus niet te geloven. Fantastisch, echt waar. Ja. En gelukkig een groep mensen om zich heen met mantelzorgers en lieve vrienden. En nogmaals, dat is de reden dat ik ze graag eens in het zonnetje dat wil zetten. Dat ze deze bosbloemen wel verdiend hebben. Meer dan. Ja, zeker. Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Oh, wacht even. Ja. Aanbellen. Ja, daar gaat hij hoor. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik ben Irene en ik heb een verrassing voor jullie. Nou. Mogen we even boven komen? Ja, zeker hoor. Oké, dank u wel. Spannend. Oh, kijk aan. Goh. Nou, ik ben benieuwd hoe ze reageert. Maar Regine is wel thuis. Regine is thuis? Ja, Regine. Hallo, u staat al op ons te wachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze is voor jullie. Oh, waarvoor? Ja, iemand die vindt dat jullie dat onwijs verdienen. Oh, nou, kom maar binnen. Enig idee wie dat kan zijn? Geen idee. Nee? Oh, wat een prachtige katten. Goedemorgen, Adrie. Oeh. Goedemorgen. Hallo. Ik heb deze bos bloemen voor jullie. Een prachtige bos bloemen. Ja, van iemand die vindt dat... Dat jullie dat heel erg verdienen. Ik heb diegene meegenomen, dus zal ik er maar gewoon bij halen. Ik leg hem hier neer. Dan haal ik diegene er even bij. Moment. Dat is volgens heel leuk. Ik heb volgens mij geen idee van wie nog. Nee. Hallo! Ik dacht dat ik jou benieuwd was. Oh, echt wel? Ik vind dat jullie meer dan dit ombeurt. Bloemetje verdienen. Ah, van wie? Ondanks alle tegenslagen, ondanks alles wat jullie op je pad gaan. Wat lief! Dankjewel! Voor jullie de bloemen. Oh. Verrassing! Nou. Ja. De bloemen. Ja, ze zijn prachtig, hè? Ja.